Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben eventjes naar Lidl gefietst. Ik ben hier alweer een tijdje niet geweest, maar ik had vandaag tijd. En het is toch soms wat goedkoper vergeleken met de Albert Heijn. En ik dacht, misschien kan ik ook nog wel een paar leuke vegan dingen vinden die ik nog nooit heb geproefd voor een taste test video. Mocht je trouwens nou nog producten zien liggen in de supermarkt waarvan je wil dat ik ze een keer ga proberen, laat ze even weten in de reacties. Want volgens mij liggen er bij Albert Heijn inmiddels ook al wat kerstproducten, vegan kerstproducten. Dus daar moet natuurlijk, als ik genoeg dingen kan vinden, even een taste test video van gemaakt worden. Dit zijn echt de grootste soort aardappels die ik ooit heb gezien. Kijk wat ik heb gekocht. Ik dacht, misschien kunnen we dit lunchen. Ik zag deze. Ik dacht, die is leuk voor een taste test video. Dus die ga ik zo even lunchen. En dat zie je dan niet in deze video, maar wel in de volgende. Ja, ik heb eigenlijk niet echt zeg maar maaltijden gekocht, maar gewoon even groenten. En wat pasta en wat vleesvervangers. En nog wat dingetjes voor een taste test. Zoals deze. Ja, die vond ik ook wel interessant. Die zag ik laatst voorbij komen al bij iemand. Ik ben alleen benieuwd of deze dan ook heel zoet is. Of dat het iets uiliger is. Then you know it's Christmas. The snow starts to fall. Then you know. Mocht je benieuwd zijn wat ik verder heb gekocht, dan zie je hier de bon. Then you know it's Christmas. Wat een waanzinnig weer. Ik ben even in de stad. Ik wacht op Femke. We gaan zo naar de film. Ik heb een Cineview pas afgesloten. Een abonnement, weet je wel. Dat je onbeperkt naar de film kan in filmhuizen. Femke was er heel enthousiast over. Ik ken wel meer mensen die dat hebben. Maar ik dacht altijd, weet je, ja, ik weet het niet. Toen ineens dacht ik, het is winter, grauw. Wat ga ik anders doen met de vrije tijd? Ik had er ineens helemaal zin in. En je hebt je geld er ook al best wel snel uit als je al 2 keer per maand naar de bios gaat. Ik dacht, let's go. Hallo. Ik had geluncht met pizza van Lidl. Oh ja, had je dat gezien? Ja, nou, ja, spoiler. Want het is eigenlijk voor een andere video, maar hij was niet echt heel lekker. Ik heb dus een ultieme vegan lunch. Wat dan? Ik hoor dat ik wel lekker vind. Mag ik dat zo ja, ja, maar mensen die niet vegan zijn, die gaan echt denken, dit is zo goor. Okay. Maar tofu in plaats van mozzarella. En ja, dan gewoon dus pesto en dan een plak tofu, zout en peper en tomaat. Oh, dat klinkt eigenlijk wel lekker. En het is ja, gewoon heel chill, want de mozzarella van de Albert Heijn is natuurlijk ook smaakloos als fuck. Beetje rubberig. Ja. En dat is tofu ook. Ja, dat is wel waar. Ja, ja. Zo mooi als die zon dan zo laag staat. Ik was dus met werk was ik naar een Nederlands filmfestival. Toen heb ik de trailer gezien. En toen dacht ik wel al van, oh, lijkt me echt heel mooie film. Ik denk dat ik wel ga huilen. Denk ik. Ja. Maar ik hoor jou ook echt al maanden zeggen dat je hierheen wil. Vandaag is de dag. Ik weet het niet zo goed. Ik vond hem sowieso wel heel mooi gemaakt. Zeg maar gewoon qua beelden en ook met Korea en zo. En dat vond ik echt heel nice. Wat ik wel nice vond is dat het gewoon allemaal niet zo heel stereotyp was. Nou, ik geef de film toch wel een 7,5. Ik vond hem wel echt mooi en realistisch. Nu even snel boodschappen doen. Dus kan wel lekker wezen. Goedemorgen. Ik ben dus bezig
met het filmen van een video waarin ik elke dag een week lang een nieuw smoothie probeer. Dus mocht je nog een smoothie recept hebben of een combinatie van fruit die je altijd heel lekker vindt, laat even weten. Misschien dat ik die nog kan meenemen in deze challenge. Ik ga zo eerst even me klaarmaken, ontbijten en dan ga ik echt naar de kringloop. Ik wilde eigenlijk gisteren al gaan, maar toen is het er niet echt van gekomen. Maar vandaag ga ik het echt doen en ik heb echt zin om naar minstens 2 kringloop te gaan. En als het een beetje droog is, dan wil ik ook naar een kringloop gaan die wat verder is. Ik ga er niet heen fietsen in de stroom bewegen. Dus het hangt er even van af wat voor weer het gaat worden. Ik bedenk ook nu dat de outfit die ik aan heb is helemaal tweedehands. Oké, behalve het shirt wat ik eronder aan heb. Deze heb ik ooit in de kringloop gekocht. Deze broek heb ik op Vinted gekocht. Maar goed, ik ga eerst even ontbijten en make-up op doen. Dus tot zo. Het is zo koud. Ik had me er even een beetje in vergist. Maar goed, we zijn er. Ik ben bijna bij Kringloop de Waarde in Utrecht. Daar ga ik wel vaker heen. Ik vind dat een heel chille kringloop. Alles is ook best wel gesorteerd. Ik heb niet per se iets nodig, echt. Maar ik zou wel misschien nog een mooie basic trui of broek. Gewoon iets basics wat ik veel kan dragen. Ja. We hebben hier voornamelijk blazers, maar ik moet zeggen, ze hebben altijd een beetje van die ja, stijve blazertjes. Ik heb toch wel best een leuke glittertop. Ik heb 3 items en dat zijn alle 3 vestjes. Verder, ja, ik zag nog wel een paar dingen liggen waarvan ik dacht, oh, dat is misschien wel leuk. Alleen ik wil even voorkomen dat ik, ja, gewoon random dingen ga kopen. Ik wil het wel echt heel leuk vinden en niet gewoon wel een beetje prima, zeg maar. Allereerst heb ik dit jasje. Ik vond het patroontje best wel chic. Hij is alleen te groot. Ik weet niet echt of je dit op beeld gaat zien, maar mijn schouder eindigt hier en de schoudervulling eindigt daar. Het is niet helemaal wat ik hoopte dat het was, maar ik vond de kleur heel mooi. Helaas. Dan heb ik dit gebreide katoenen vest van Armed Angels, wat echt een heel mooi duurzaam merk is. Ik vind de mouwtjes heel erg mooi. Die zitten dus strak zo om mijn pols. Ik weet alleen niet heel goed wat ik van de rest van de fit vind. Ik moet hem even zo meteen buiten het pashokje van veraf een beetje zien. Want ik vind het nu een beetje moeilijk te zien. Zeker ook met zo'n donkere broek. Of zo'n donker gordijn. Hoe dat staat. Maar ik vind het materiaal heel mooi. Hij ruikt ook heel lekker. Echt helemaal naar wasmiddel en zo. Ik bedoel, ik zou thuis sowieso zelf ook natuurlijk nog even gaan wassen. Maar oké, dan heb ik nog deze glittertop met flared mouwtjes. Ik dacht eigenlijk dat het een vestje was. Alleen dat valt een beetje raar. Ik weet niet, dan heb je 2 van die punten aan de voorkant. Het zou op zich wel kunnen. Ja, als je hem knoopt, dat betekent dus dat je er niets onder moet. Ja, dat ga ik gewoon denk ik niet heel erg vaak dragen. Ik vind het op zich wel een geinig ding, maar hij is 7 euro. Vind ik best wel prijzig voor wat het is. Gewoon een synthetisch iets wat ik niet vaak ga dragen. Nou, ik ga eventjes nog naar een volgende kringloop. En dan laat ik vanmiddag wel even zien als ik wat heb gekocht, wat ik heb gekocht. Ik hoop dat het droog blijft. Let's go. Ik ben bij de kringloop. Ik moet zeggen, het ziet er best wel druk uit. En ik probeer te bedenken wanneer ik hier voor het laatst was. Maar ik weet het gewoon niet. Ik denk oprecht dat het in coronatijd was. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is echt een mega groot kringloop. Dit vind ik zo mooi. Maar ze laat me mijn maat. Alle zoontjes op mij, echt heel erg chill. Maar goed, je moet natuurlijk altijd gewoon bij elke maat kijken, want soms hangt er iets verkeerd. En oh, ik zie wel iets heel leuks die wil passen.
zoveel mooie maxi-jurken. Past dit alleen denk ik allemaal niet. Dat is dan wel weer jammer. Ik heb echt zoveel items. Wat is het licht hier lelijk. Ik had heel even dit ding gepakt omdat ik wilde weten of dit mij staat. Ik zie dit best wel vaak bij andere mensen en dan vind ik het leuk. Alleen bij mij is het zo'n zak of zo. Misschien is de maat te groot of is dit gewoon niet echt mooi bij mijn lichaamsbouw. Maar ik vind de kleur wel zoet. Ja, ik weet niet, is dit juist fashion of een beetje een zak? Ik word er zo breed van aan de bovenkant. Misschien als hij wat kropter was, maar dan nog vind ik de schouder te breed. Dus nee. Oké, hebben we nog een trui nodig? Zeker niet. Vind ik deze trui leuk? Ja, ik vind hem heel leuk. Als in hier, je hebt allemaal verschillende gebreide texturen. Hier zo'n zigzag. Hier dus. Nou ja, ik weet het allemaal niet. Ik ben niet echt thuis in de brei wereld, maar ja, lekker truitje. Nog een item dat ik eigenlijk best wel leuk vind. Het is een hele simpele basic katoenen trui van Tommy met V-hals. Ja, dit is gewoon top. Maar ik moet zeggen, ik hoef natuurlijk nu niet alles te gaan kopen dat ik leuk vind. Dit blijft ook gewoon mooi, dat zie je ook. Want je ziet wel dat het een beetje is gewassen, maar het is niet lelijk, zeg maar. Er zitten geen enorme pillen op. Dat vind ik altijd wel chill met van die truien van Tommy. Ja, hij is 7,50 en dat is die vorige trui ook. Dan denk ik wel van ja, voor 7,50 zou het slimmer zijn om deze te kopen. Omdat ik weet dat die mooi blijft. Maar ik vind deze denk ik toch iets leuker. Wat zou jij doen? Ik zag zo'n los kraagje hangen. Ik ga deze niet kopen, want ik vind met die steentjes vind ik iets too much. Maar ik wilde even nou kijken hoe dat zou staan. Of dat een beetje oké zit. Ik vind het concept wel echt grappig. Dat je gewoon zo'n los kraagje koopt. Ik ben wel nu echt een heel erg typetje met zo'n trui. En dan zo'n kraagje. Oké, ik heb hier een jurk die echt heel groot is. En heel vieze stof. Ik wil het toch even laten zien. Maar dit gaan we niet meenemen. Nou, ik kan zo bij Debbie uit BNB voor Liefde gaan werken met dit jurkje. Dit is allemaal roosjes op, streepjes. Ik voel me een beetje een soort horrorpop. Ik had zoveel goede hoop voor dit jurkje. Het prijskaartje zit er nog in. En ik vind hem zo schattig qua model. Maar de rits is kapot. Hij gaat niet dicht. En hij is zo kort. Hier eindigt mijn bil. Dus dan heb je echt nog zo'n stukje. Als je bukt, dan kijkt iedereen zo naar binnen. Echt jammer, want ik vind hem heel zoet. Oké, dan heb ik als laatste nog een soort bordeauxrode pak. Dat echt veel te raar zit bij mij, doordat het heel erg groot is. Dit is een rok. Ik denk dat dit een soort blouse moet zijn, maar het is echt gigantisch lang ook. Ik vind de kleur wel mooi. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op hoe dit... Ik kan het niet eens goed laten zien op beeld, maar zo chaotisch als het er nu uitziet op beeld, zo raar is het ook in het echt. Ik heb dus laatst een van onze diepe borden kapot laten vallen. Dus ik kijk nu eventjes of ik eventueel een goede vervanger vind, maar ja, ik vind het gewoon allemaal niet echt mooi. Ik vraag me dus oprecht af of er mensen zijn die dit soort bordjes gebruiken met al die vakjes. Je ziet dat altijd zoveel in de kringloop, maar wie koopt dit? Of Peter Novi gebruikt het. Best een mooie fles. Maar oké, dat heb ik allemaal niet nodig. Ik had het er laatst nog met Jan over dat we misschien wel zo'n tang willen. Dus ik ga dit denk ik even meenemen. En dan even kijken of we het vaak gebruiken of het chill is. Jan en ik hebben het er nu al een week over dat we zoveel zin hebben in oliebollen. Dus ik ga eventjes op Vredenburgplein oliebollen halen. Die oliebollen zijn echt super lekker en vegan, als het goed is. De eerste oliebol van het jaar, echt heel veel zin in. Goed, al hun oliebollen met zonnekrenten, appelbeignets en appelflappen zijn allemaal vegan. En ik vind ze heel lekker. Tenminste, voorgaande jaren vond ik ze heel lekker. Dus ik neem aan dat het nog steeds hetzelfde recept is. Oh, ik heb helemaal trek en zin om dat te gaan eten. Ik heb echt trek, dus ik ga eerst even eten. En dan zal ik laten zien wat ik heb gekocht. En ik moet even een beetje het huis fascineren. Want het staat ook weer helemaal nergens op wat hier allemaal gebeurt. Ik had dus gisteren bij Lidl deze spread gekocht. Een soort Mexicaans idee. Dus die ga ik nu even reviewen voor een taste test. En ik heb voor het eerst tosti gemaakt met dus vegan kaas. En dan dus die soort heksenkaas er ook bij. Want mijn collega's deden dat wel eens. Als je nou benieuwd zijn wat ik daarvan vind, moet je even abonneren op mijn kanaal. Ik ga binnenkort dus deze video opnemen. Abonneer sowieso even. We zijn bijna bij de 15.000. Nou ja, bijna bij de 14.000. Maar dan bijna bij de 15.000. Dus.
krijg de laatste tijd weer wat vaker comments over waarom onze oven onder de tv staat. Ja, het is eigenlijk om de doodsimpele reden dat er niet echt een andere plek voor is. Ik moet wel zeggen, we hebben die oven echt alleen aan als we hier zelf ook zijn. Dus ja, er is even niet echt een andere optie. Daarom staat die oven daar. En dan zal ik even laten zien ook wat ik heb gekocht. Nou, ik heb dus allereerst die tang meegenomen. Net van Jan laten zien, die is er ook helemaal blij mee. Dat was 75 cent. Dan heb ik dus bij de eerste kringloop dat vest meegenomen van Armed Angels. Dat was 4 euro. En ja, dit is echt zo'n mooi merk. Het is wel ook wat prijziger. Allemaal hele mooie natuurlijke materialen. Ja, dit leek me gewoon echt een lekker vestje. Dat ook voor de lente en de zomer. Ik vond het dus met de pantalon best leuk, maar ik denk dat het ook best leuk is op een wat strakkere broek. Ik twijfelde eerlijk gezegd wel een beetje over de fit, hoe die hier zit. Het moet gewoon in praktijk gaan blijken hoe vaak ik het ga dragen. Anders dan geef ik hem weer door aan iemand anders. Ik was net even aan het googelen wat zo'n vestje dan nu kost. Het is gewoon 100 euro. En ik heb hem voor 4 euro. En dat is natuurlijk niet waarom je iets moet kopen of niet. Het gaat gewoon om of je het leuk vindt of niet. Maar het is toch altijd even zo'n kringloopgelukmoment. Dat je iets in de kringloop ziet waar je normaal veel meer voor zou betalen. En wat je dan ook nog leuk vindt. En dan is het een soort dubbelwin. Want één vindt het leuk en je hebt het voor veel minder gekocht dan wanneer je het nieuw zou kopen. Dan heb ik als laatste dus ook nog die donker blauwe grijzige trui gekocht. Deze was trouwens wel iets prijziger. Dat is dan ook wel weer grappig. Deze had ik dus bij Kringloop de Arm gekocht. En je ziet daar wel dat de prijzen wat hoger liggen. Maar ik moet zeggen, ik vind die kringloop wel heel chill. Omdat het gewoon zo overzichtelijk en netjes is. En de meeste dingen die in de rek hangen zien er ook gewoon nog goed uit. Wat ik het chillen vind aan zo'n textuurtrui. Als het gaat pillen, dat je het niet heel erg ziet. Ik vind het echt, ik ben hier helemaal blij mee. Eerst oliebollen haar. Heel lekker. Ik ga zo lekker sporten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je video leuk vond. Zo ja, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik hoop je weer te zien in een van mijn volgende video's. Doei doei!